gotta get to Sinister before the X-Men do. Yo mensen, mijn kanaal, tot je kijkt naar een gloednieuwe Deadpool video. En we moeten opschieten. Want blijkbaar stort het hele zooitje. We moeten denk ik deze kant op, want de andere kant is gebarricadeerd. Hier kunnen we niet heen, hè? Nee. Nou, dan gaan we deze kant maar op en dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Heads up, more evil chicks. Let's see what you're made of. Wow, it's like killing someone in the future. Zo, dood. Ja, ook alsjeblieft. Oh, daar ben jij, hè, viezerik. Ik pak even een ander wapen. Deze. Oh, slechte een. Oh, help. Dit is niet goed. Oké, dood. Alsjeblieft, dankjewel, alsjeblieft. Hey, jullie had ik niet verwacht, dames. En heer. Oké, jij bent ook dood. Het is trouwens lang geleden dat ik alle Wolverine, X-Men moet ik eigenlijk zeggen, films heb gezien. Dus ik durf eigenlijk niet te zeggen welk karakter wat is, of hoe of wat. Ik ben de naam kwijt. En ik weet eigenlijk ook niet meer welke... erbij zit. Nee, niet deze twee. Die vind ik zo stront vervelend. Auw. Wat een tactiek. Jij moet sowieso eerst dood, want jij bent het vervelend met de healing. Ja, border kan ik eigenlijk wel zeggen. Jij ook. Even dood. Die vliegt gewoon weg. Oké, even ammo pakken. Oh, we hebben al vol ammo van. Dan denk ik dat we hierheen moeten vanwege de dingetjes wat er ligt. Too bad we lost our sentinel boot. We could move through this a lot faster. En daar lopen ze al, hoor, de viezerikken. Let me show you what I'm working on. Hier zit er nog één achter. Ho, rustig. Technology is our friend. Okay. Where's my backup?
Hier zat er nog eentje, ja. Oké, de muziek gaat langzaam weg. Dat betekent dat de kust veilig is tot hoe lang het gaat duren tot de volgende vijanden komen. Dat is altijd zo voorspelbaar in games. Dat is altijd wel grappig. Kijk, en de muziek start weer. Oh, dat was... Waarom ren je helemaal daarheen, gek? Cool thing. Dit duurt me te lang. Dan ga ik heel even wachten dat ik meer HP heb dan 46, want dat schiet ook niet op. Oké, 150. Kunnen wij niet trouwens meer HP krijgen? Shit, die ene was 200.000 punten. Deppo, gaat alles goed verder? Oh, ik moet hier wel naar beneden. Oké, hier is niks, hier is ook niks. Oh, wow, rustig. Sinister this way. You think it'll be the real deal this time when we find him? Better be. That joke's getting pretty old. Even for High Moon. Daar kunnen we ook meer gebruik van maken. Die granaten doe ik eigenlijk veel te weinig. Wil jij doodgaan? Ik weet niet. Sorry. Ja, oké. Okay. Oh, hele grote vent. Doe mijn pakjes weg. You know what I mean? Come on! Am I the only one getting a boner right now? Am I? I mean, I know I'm getting the biggest, but... Nou, Deppo, niet zo erover praten, hè. Ik heb ook gevoelens. Dat is een grapje, hoor. Nou, moet dat wel zo raar... Dat is eigenlijk nog raarder. Wat is dit voor scheidwapen? Kan niet eens springen. Here we go again. Hey. Het is wel even chill dat wapen, want het bespaart ammo. Ja, het ammo van dit wapen kan ook leeg raken natuurlijk, maar... Dat was sick! Oh, ik moet mijn werk tekenen. Ben je nog dood of... Oh ja, ik laat jullie ook gelijk even een trofeetje zien, dat is ook misschien leuk. Kijk, hier staat een printer. Een trofee. PC load leader. Krijgen jullie van mij cadeau. Als ik
Dat was niet de bedoeling. Hoi, hey, rustig, rustig man. Kijk. Oh, ammo is op. Oké, dat werkt niet, blijkbaar. Jij moet even eerst dood en jij bent vervelend. En jullie doen veel damage, dus het liefst wil ik dat iedereen gewoon doodgaat. Hey, hey, hey. Niet van achter in de rug. Oké, hij is ook dood. Ik hoor nog een vijand ergens. Maar ik denk dat hij boven zit hier. Oké, dat waren onze eigen mesgeluiden. Daar kunnen we niet op. Hey, hey, ik kan je net aanvallen. Oké, dan hebben we hier een mooie machine, die halen we even over. Beweeg nou eens niet zo. Oh, wat ben jij irritant, hè? Even alles oppakken hier wat we kunnen pakken. Nou, we zijn al aardig met alles vol ammo. Maar muntjes, hoe meer hoe beter. It's not me, it's you. Huh, this office space could be a great place to start a new game company. Looks a little destroyed. Oh no, you just had some floppy disks, keyboards. We're good to go. Oh, de deur zakte. How about we make it through this game first? Ja, door deze game, maar deel 2 is nooit gekomen. Omdat blijkbaar, als je deze game is ook alleen om hem op disc te verkrijgen, maar hij is blijkbaar zo slecht verkocht. Dat ze 10 miljoen verlies hebben gedraaid. Dus ja, als je hem wilt spelen moet je een kopietje zien te bemachtigen, dus fysiek. En aangezien de game Deadpool Wolverine net uit is, is de game overdreven duur. Deze game is duurder dan de nieuwere Call of Duty.
En dan heb je ook nog de PS3 versie. Ik heb gelukkig... ik kon hem voor veel goedkoper krijgen, maar... ik was er zelf iets te laat mee. Maar voor die film was hij ook al prijzig. Maar we hebben hem... gelukkig bemachtigd. Logisch ook, anders kon ik het niet opnemen. Ik zit wel alleen heel even te kijken waar ik naartoe moet. Want ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Laat maar, ik heb het al gevonden. Oh, it's our favorite mutt. He found our boot. Was wel even fijn om de Dago weer te zien. Dogpool is het. Maar dan de mooiere versie. Want hier is het, als ik het goed zag, gewoon een Labrador. Even kijken, hier ligt niks bijzonders. Watertje. Drink genoeg water, kiddo's. Oh, hier kunnen we niet omhoog. Ik vertrouw het hier altijd nooit. Als je ergens omhoog moet, waar we net omhoog gingen, en je ziet al van... Je ziet al dat we daar niet meer terug omhoog kunnen, dus je weet dat er iets komt. En ik viel bijna naar beneden. Oké, taco, lekker. Nou, dan moeten we hier wel heen. Nou, 3 keer raden we wat hier zit. Geen vijanden. Als ik hier naar beneden spring... Hell of a thing, killing a man. Take away all he's got and all he's ever gonna have. We are totally breaching this door and killing everyone inside, aren't we? Yep, time for some shameless cross-promotion. Player, cue that slow. Okay. Ik heb ze nog lang niet allemaal. Volgens mij is dat ook een trofee, dat je ze allemaal dood tijdens die slow-mo, maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar de kust is veilig, denk ik. Je weet eigenlijk nooit in deze game, ben ik al achtergekomen. De kust ziet er veilig uit, laat ik het zo zeggen. Wat is dit nou weer dan? Durf ik op X te drukken. Launch sequence initiator. Oké, durf dit ook aan. Aerodynamic stabilizer activated. Oh jee, een mooi vlaggetje erbij. Carpool lane buddy, seated and comfy. Advanced propulsion systems online.
course. We need fuel. Once this baby hits 69.9 miles per hour. Oh my God, what's that over there? What were you doing over there? Just a little surprise for our player. Wat gebeurt er allemaal? Dan maak ik mee. Weet je wat? Een volgende aflevering gaan we lekker verder en gaan we zien wat er gebeurt. Dus mensen, hebben jullie genoten? Like en abonneer mijn kanaal. Zie je bij de volgende video van Deadpool. En dan zeg ik nog maar één ding en dat is houdoe.